Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. FM, oké. Okay. Het is alles wat de klok slaat in Nederland. Corona. Ik heb nu contact met Kees de Gruyter, politicus, VVD'er. Kees, hoe staat Nederland ervoor nu met corona? Het ziet er nou uit. Ik hoor mezelf terug. Dus probeer ik te negeren. Ja, het ziet er naar uit dat het onder controle komt. Er komen natuurlijk nog elke dag veel gevallen bij. Hè. De laatste dagen zijn net iets meer dan 1000 per dag. Maar dat stijgt niet meer. En dat is natuurlijk voor de ziekenhuizen nog steeds een groot probleem, dat er 1000 per dag bijkomen. Maar dit moet je toch echt zien in de grafieken, om de boel onder controle te krijgen. Dus ik denk dat het systeem het aan kan met de aantallen die er nu bij komen. Wat is 1 juni eigenlijk? Iedereen praat over 1 juni. Wat mogen wij niet doen tot 1 juni? Waarom de datum? Nee, elke einddatum moet je vergeten. Er werd eerst gezegd tot 1 april. Er werd gezegd tot... Er wordt een venster gemaakt waarin je aan bepaalde regels moet houden. Maar niemand weet hoe het er op die datum uitziet. Datzelfde geldt voor 1 juni. De enige echte datum waar we allemaal naar uitkijken is de datum dat ze een vaccin vinden. Tot die tijd blijven er gewoon steeds mensen infecties krijgen. Blijven volgens mij ook al die regels van kracht, hoe het nu lijkt te werken, dus met dit niveau zouden we dat door moeten gaan. Maar mijn inschatting is nou, reken maar op dat dat door de zomer heen gaat. Dus 1 juni, het is niet zo dat wij in plaats van 1 juni, de beperking wat er nu is, heel veel ondernemers ondervinden dat, die beperking wat er nu is, is niet mogelijk dat het in plaats van 1 juni nu 1 mei wordt, korter? Nee, dat verwacht ik niet hoor. Ik denk dat de beperkingen die er nu zijn, dat die nog heel lang van kracht blijven. Wat je wel kunt verwachten is dat daar nog wat in gefine-tuned wordt. Dus dat bijvoorbeeld de negatieve kant op, dat bijvoorbeeld gezegd wordt van als je met de familie naar buiten gaat, dat dan de familie zich ook aan die 1,5 meter moet houden. Want nu ziet dat er heel raar uit op straat, dat sommige mensen lopen in groepjes arm in arm en anderen houden afstand. En niemand snapt eigenlijk meer waarom zo'n groepje van één familie die thuis ook allemaal bovenop elkaar zitten. En ja, als die besmet raken, doen ze dat samen. Dat is natuurlijk ook niet zo gek, maar het ziet er raar uit op straat. En dat valt het moeilijker uit te leggen aan mensen waarom dan jij en je vrouw wel op straat mogen en anderen met z'n tweeën en anderen 1,5 meter afstand moeten houden. Dus dat in die zin denk ik dat er nog wel wat bij komt. Maar ik denk ook aan de andere kant dat... als nou iedereen begint te wennen aan die 1,5 meter, dat er dan wel weer wat dingen mogelijk worden. Hey, bijvoorbeeld, we hebben nu gezegd, alle horeca gaat dicht en winkels die sluiten en noem maar op. De winkels besluiten nu zelf om te sluiten, want die hoeven niet allemaal dicht. Maar als die eenmaal voor elkaar hebben dat mensen begrijpen dat je die afstand moet houden, dat je niet naar binnen moet komen als het te vol is, dat die meter afstand, 1,5 meter afstand er vooral is voor als je elkaar aankijkt, hè, want dan kunnen de druppeltjes overspringen en dat geldt niet als je met elkaar rug aan rug bent. Nou, als iedereen echt begint te begrijpen hoe het werkt, dan verwacht ik wel dat daar wat niet losser mee omgegaan kan worden, maar dat je dan
wat meer aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen over kan laten. Want dus als je bij wijze van spreken, wat je nu ook met de eindexamens op school ziet, dat er zoveel tafeltjes tussen de kandidaten leeg blijven, zodat die afstand groot genoeg is. Ja, dat zou in theorie natuurlijk ook op een terrasje in de zon moeten kunnen. Weet dat als je maar genoeg afstand houdt, dan zou je best op een terras moeten gaan zitten. Nou, dat was... Het was nog geen terras weer, maar het was ook heel moeilijk uit te leggen. Ja. Want dan moet je dus ook aan een familie met twee kleine kinderen uit gaan leggen dat die niet naast elkaar mogen zitten. Omdat dat niet uit te leggen is aan de anderen. Dus ik denk dat er wel wat verfijning komt, maar in grote lijnen kun je ervan uitgaan dat we dit nog heel lang houden. Dus wij kunnen deze zomer praktisch vergeten. Of juist niet vergeten. Ja. Ja, nou ja, het lijkt wel alsof je het jaar 2020 eigenlijk uit je kalender zou moeten schrappen en gewoon volgend jaar weer opnieuw beginnen met 2020. Om dat jaar niet gemist te hebben. Ik denk dat tenzij er snel een vaccin komt. Maar hoe goed het ook gaat met het beperken van de epidemie. Als je dit uit wil laten razen zo lang dat iedereen het zo'n beetje gehad heeft, dan ben je jaren verder. Dus dat gaat niet gebeuren. De verwachting is nu, de hoop is, want niemand weet of een vaccin gevonden wordt en wanneer, maar naar de ervaring van vorige pandemieën is dat anderhalf jaar duurt. Nou, ze zijn er al een tijdje aan bezig. Laten we nou eens heel optimistisch zijn. Dan hebben we over een jaar een prikje waarmee je immuun wordt voor het virus. U bent van de regerende partij VVD en die denkt altijd aan geld, economie. Hoe staat Nederland ervoor nu? Door het verstandige beleid dat de laatste jaren gevoerd is. Door uw partij VVD dus? Nou ja, nee, die heeft in al die jaren niet de meerderheid gehad. Dus dat is altijd samen met andere partijen geweest. Uh-huh. Dit is ook geen tijd om daar iets voor te claimen. De vorige periode was dat met de Partij van de Arbeid en daarvoor met andere partijen. Dus er zijn geen meerderheden meer in Nederland. Dus je kunt... er is nooit één partij die de toon zet. Maar al die partijen die de afgelopen jaren geregeerd hebben, die zijn wel zo verstandig geweest om de staatsschuld af te bouwen, waardoor Nederland nu ontzettend veel geld kan lenen. Voor niks. Als Nederland geld wil lenen, dan zegt iedereen, alsjeblieft, hier heb je mijn geld, ik hoef geen rente. Ik wil zelfs nog betalen ervoor om het bij jullie te mogen stallen, want dit is de veiligste haven om het neer te zetten. Nou, daardoor kan Nederland nu veel meer dan andere landen de negatieve resultaten van die pandemie opvangen. Dus dat betekent dat de hele reisbranche, ik heb het natuurlijk zelf ook mee te maken met City Safari, nou, vanaf de dag dat de beperkingen golden, had je nul inkomen. Ik heb nog een bed and breakfast in het Souterrain. Nou, er werden binnen 3 dagen, werd voor alle maanden voor 4.000 euro werd gecanceld. Dus je hebt ineens geen inkomen meer. Mm. Nou, en dat geldt voor heel veel mensen in Nederland. De staat heeft voldoende leencapaciteit om dat op te vangen. En te zorgen dat niemand armoede hoeft te lijden. Dat gaat natuurlijk gegarandeerd mis, want het is een veel te grote operatie om dat allemaal netjes uit te voeren. En zelfs met veel kleinere
toestanden als de toeslag voor kinderopvang kunnen we al niet aan. Maar ze gaan wel allemaal ontzettend hun best doen om mensen die in de problemen komen qua inkomen, om die weer om de crisis door te helpen. Oké. Dus het Nederland staat er goed voor, dus niet qua corona, maar economisch zullen wij niet ten onder gaan aan deze crisis. Nederland zou een van de laatste landen ter wereld zijn die eraan ten onder zou gaan. Maar we hebben het ergste nog niet gezien. Hè? Dus dat als je nu aan de grafieken ziet dat het onder controle lijkt te komen. Nou, het aantal mensen op de intensive care, dat gaat gegarandeerd nog een tijd doorstijgen. Het is niet zo dat dan nu ook gelijk alles weer heel snel terug naar normaal gaat. Als je nog het aantal nieuwe gevallen per dag van rond de 1000 terug zou kunnen krijgen naar rond de 500, dan heb je nog steeds elke dag 500 mensen die serieuze klachten hebben van corona en waarvan een behoorlijk deel opgenomen moet worden in het ziekenhuis. En dat gaat nog heel lang door. Dus het is niet zo, dit waait niet over. Maar in elk geval, als het om de economie gaat, dan kan Nederland heel veel aan. En het allerbelangrijkste is, want hoeveel test je hebt, dat maakt natuurlijk eigenlijk niet uit. Want als je positief getest wordt, dan heb je het. Of dat nou met veel test is of met weinig test. Mm-hmm. Het gaat erom, zorg dat je het niet krijgt. Ja. He, dus die regels die er nu zijn, hou die afstand, blijf binnen als je niet naar buiten hoeft, enzovoort. Hou dat gewoon nog een hele tijd vol en dan krijgen we het onder controle. Dus het ligt nu niet aan de overheid, het ligt niet aan de testen, het ligt niet aan de wetenschappers. De enigen die het nu kunnen stoppen zijn wij zelf. Mm-hmm. Waar zitten we eigenlijk met corona? Zijn we aan het begin, in het midden, of is het nu corona aan het eind? Waar zitten we eigenlijk? Niemand weet dat, misschien dat u het weet. U praat vaak met Rutte en RIVM. Nou, we zitten nog aan het begin. Oei. In Europa. Mensen kijken naar China en Singapore en Taiwan en Zuid-Korea. Maar daar hebben ze gekozen voor een andere aanpak. Namelijk in China was het maar in één provincie was er corona-uitbraak. Mm-hmm. En de Hubei-provincie, en dat is natuurlijk heel groot, dus een flink stuk van Europa zou je kunnen zeggen. Maar daar hebben ze het zo geïsoleerd dat het daar vrijwel helemaal gestopt is. Alle nieuwe gevallen die nu nog in China gebeuren, dat zijn mensen die binnenkomen vliegen. En dan zou je kunnen denken, nou, die Chinezen hebben het voor elkaar, daar is corona afgelopen. Meen je dat? Is corona afgelopen? Nee, in China. Dat bedoel ik juist te zeggen. Dat, okay. Dat lijkt zo alsof het daar onder controle is. Maar Kees, u kent de Chinese staat en hun propaganda en inlichting en informatie. Ja. Oké, dus? Nou, of hoezeer de informatie klopt uit China, dat weet je natuurlijk nooit, maar je weet wel. Je kunt er is inmiddels genoeg communicatie met mensen uit China dat je met enige zekerheid kunt zeggen dat het niet zo is dat het in andere delen van China een grote uitbraak gekomen is en dat die verzwegen wordt of zo. Okay. Je kunt ook met enige zekerheid zeggen dat in Hubei, de provincie Hubei, bij die uitbraak was, dat het daar redelijk onder controle is. Dus je kunt het nooit helemaal vertrouwen en Google testen en de precieze cijfers. Maar je kunt een uitbraak van corona kun je niet verbloemen als al ben je nog zo'n goede dictator. No. Dus dat, dat, no. de,
Nou, Kees, ik heb Erdogan nog niet gehoord. Ik heb Lushenko uit Wit-Rusland en Poetin heb ik nog niet gehoord over corona. Lushenko is helemaal een geval apart. Ja. Die ontkent het gewoon helemaal en laat alles doorgaan. Alle voetbalwedstrijden enzovoort. Daar gaat het leven. Niemand merkt daar iets van corona, omdat Lushenko het zelf ontkent. Als je als leider van een land bereid bent om 2% van je bevolking, en een bevolking van miljoenen is 2% echt heel veel, als je bereid bent om 2% van je bevolking dood te laten gaan aan een epidemie, dan hoef je er niks aan te doen. En als het volk zelf zegt van, nou, opgeruimd staat netjes die 2% ouwe lui, dan hoef je er niks aan te doen. Want dan kun je als dictator gewoon blijven zitten en het volk zegt van nou, hoef ik geen boterhammen meer naar opa te brengen, want die is hem gepeerd. Dus als je dat niet wil, in het grootste deel van de beschaafde wereld en ook de onbeschaafde wereld, willen mensen dat niet, dan moet je er wat aan doen. Dan moet je ervoor zorgen dat je kunt zorgen voor de mensen die ziek worden. En het grootste probleem wat dreigde in Nederland was dat het, net als in Italië gebeurd is, zo uit de hand zou lopen dat we onze kwetsbare mensen die ziek worden niet meer kunnen verzorgen. En dat wil je niet als samenleving. Dus wat Lushenko nu doet, vind ik crimineel. Die offert gewoon alsof we met de oude Stalin en Mao te maken hebben. Mm-hmm. Een deel van zijn bevolking op van mijn economie gaat door en ik laat die mensen gewoon kreperen. Nee. Dat in elk geval in Nederland willen we dat niet. Ja. Er zijn vorige week om een stuk of 50 Cubaanse artsen naar Suriname afgereisd op uitnodiging van de regering. En die beweren dat zij het medicijn hebben tegen corona. En hoe ver kunnen wij dat geloven? Nee, dat is fake news. Fake news? Ja, daar kun je van uitgaan. Er bestaat nog geen medicijn tegen corona. Uh-huh. Er wordt wel... wetenschappers over de hele wereld zijn daar nu druk mee bezig. Maar om te testen, om te kijken of er iets is. Maar het is er gewoon niet. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus als die mensen... maar goed, als zij zeggen... Kijk, er zijn twee manieren om met de medische wetenschap wat te doen. Hè. De ene is voorkomen dat je het krijgt. En het andere is of je het kan genezen. En als die Cubaanse artsen zeggen van wij hebben een medicijn waarmee we mensen die ziek zijn van corona kunnen genezen. Nou ja, laat ze het maar laten zien. Sterker nog, de Surinaamse regering heeft al wat medicijnen gekocht, proefzende. Ja. In februari en april wordt de hele zending dan naar Paramaribo gebracht. Ook in Suriname geldt, net als in de hele rest van de wereld, enige manier, zorg dat je het niet krijgt. Mm-hmm. Blijf binnen, hou afstand, zorg dat er geen enkele kans is dat... druppeltjes van uit de mond of neus van de ene terecht kunnen komen bij de andere. Oké, daar is een. En dat geldt ook voor goede vrienden en dat geldt ook voor families, dat geldt voor iedereen. Mm-hmm. De maatregelen die nu zijn genomen door de regering, de Nederlandse regering, ziet u ze verscherpen? Ziet u de regering deze maatregelen verscherpen? Of denkt u van het zal... niet zo'n vaart lopen en die zullen makkelijker worden voor ons? Ik verwacht dat ze heel lang nu hetzelfde blijven, maar wel wat gepreciseerder worden. Dus dat het wat vergemakkelijkt wordt, bijvoorbeeld voor boodschappen doen, boodschappen die niet essentieel zijn,
Dus bijvoorbeeld zaken als IKEA, die zijn heel snel dichtgegaan. Maar als je daar op een verantwoordelijke manier je boodschappen gaat doen, namelijk door afstand te houden enzovoort, dan moet dat op zich best kunnen. Dus als mensen zich goed aan die regels houden, dan gaat er wel veel meer mogelijk worden. Maar ik verwacht niet dat die regels op zich van 1,5 meter afstand en alleen naar buiten gaan als het echt moet en buiten niet samenklonteren, dat die regels nog heel lang van kracht blijven. Ik verwacht niet dat die veel strenger worden, maar we moeten onszelf aan die regels houden. Dus boetes en zo houden geen virus tegen, alleen spugen. Nou, eigen belang. In augustus heb ik een festival, augustus, september 2011. Hoe ver zal die voortgang kunnen vinden, denk u? Nee, ik voorspel je dat geen voortgang kan vinden. Oké, bittere pil. Er is in... want dan zou er in juli... Ja. Juni, juli zou er een vaccin moeten zijn, mm-hmm, wat wereldwijd zoveel miljarden prikjes van gemaakt kan worden, dat we het virus kunnen stoppen. Nou, dat gaat niet gebeuren. Iedereen die nog hoop heeft voor dingen die van de zomer gebeuren, die nu buiten de regels vallen, zeker als het gaat om evenementen, mm-hmm. Op basis van de informatie die nu beschikbaar is, er wordt wel steeds gezegd van nou, we kijken weer om die datum en die datum gaan we kijken enzovoort. Maar als je gewoon de logica volgt van een virus en de ervaring met andere virussen die geweest zijn, dan is aan het eind van de zomer dit virus niet voldoende uitgedoofd om weer met z'n allen een evenement te kunnen houden. Tenzij, mm-hmm, je iets heel inventief kunt bedenken dat mensen naar een evenement toe kunnen waarbij ze zo gedisciplineerd zijn dat ze voldoende afstand kunnen houden ten opzichte van anderen. Dat gaat niet lukken, Kees. Ik heb het over muziekfestivals. Dan gaat het dus niet lukken. Aha, dus ik kan nu de bank en verzekering inschakelen al, nu. Je moet in elk geval wachten, is mijn, dat zie je ook met dingen die gecanceld worden. Als jij een reisje gepland hebt, mm-hmm, en je ziet aankomen van, oh, dat gaat niet lukken, want we kunnen, stel je wil naar Suriname vliegen, maar... je zegt vanwege de pandemie zie ik niet dat het gelukt is. Ik ga zelf cancelen. Ja, dan ben je de lul, want dan heb je zelf gecanceld. Je moet wachten tot de luchtvaartmaatschappij dat doet. Mm-hmm. En dat geldt natuurlijk ook voor een evenement. Ja. En daarom zie je ook zoveel organisatoren van evenementen tegen beter weten in blijven ze zeggen van zoals Japan met de Olympische Spelen. Van, wij gaan niet zeggen dat het niet doorgaat. Wat ons betreft gaat het door. We wachten pas tot we van het IOC gezegd wordt dat het niet doorgaat. Dus iedereen wacht op een hogere autoriteit die zegt, mm-hmm, jouw festival kan niet doorgaan. Want pas dan kun je naar een verzekeringsmaatschappij. Maar als je het zelf opzegt, zelf cancelt van tevoren... Ja, dan is het jouw beslissing. Dan ben je zelf verantwoordelijk voor. Ja, maar hoe langer je bezig bent met de voorbereiding, hoe meer geld en hoe meer... Nee, dit is een ramp. Ja, het is echt voor heel veel mensen een ramp, ja. Ja, het is al een ramp, ja. En wanneer denkt u dat Nederlanders weer het vliegtuig kunnen pakken? Ik hoop dat ergens in de komende winter, vroege voorjaar, dat virus er in voldoende mate is en dat we van de zomer van 21 weer kunnen gaan genieten. Dus dit jaar gaan we niet meer vliegen? Nou, er is nog wel één dingetje. Als je het virus gehad hebt, mm-hmm, dan ben je immuun.
als er voldoende antistoffen in je bloed zitten, dan kun je het niet meer krijgen. En waar ik nu nog niemand over hoor, maar wat ik wel verwacht dat gaat gebeuren, is dat mensen die de ziekte gehad hebben en genezen zijn, zullen zeggen van, hé, maar waarom zou ik niet? Ik ga ook weer aan het werk in de verpleging. Ik ga aan het werk als huisarts, want ik ben immuun. Mij kan niks gebeuren en ik kan niemand ziek maken. Maar die mensen zullen ook zeggen van, hé, maar dan mag ik misschien ook wel gaan reizen. Naarmate dat meer en meer mensen worden, zou je ook kunnen zeggen van, nou, dan kunnen we nog wel een festival organiseren voor iedereen met een pas waaruit blijkt dat ze immuun zijn. Mm-hmm. En dat wordt nog wel iets interessants om te zien wat daar gaat gebeuren. En daar zijn mijn luisteraars wel een beetje bang voor dat er dat wij uitkomen op een massale verplichte vaccinatie van iedereen, voor iedereen. Nou, als er een vaccin is, dan zou je wel gek zijn om je niet te laten vaccineren. Of je zal ook gek zijn om je te laten vaccineren, als je niks hebt. Ja, maar ik heb die ziekte nu niet, hè? Ja. Maar ik kan hem oplopen ergens. Zolang die rondwaart, kan ik hem ergens oplopen. Dus ik moet altijd op mijn hoede zijn. Ik moet altijd bang zijn. Als ik die ziekte gehad zou hebben, hoef ik dat niet meer. Als ik een vaccin kregen zou hebben, hoef ik ook niet meer op te passen. Want dan kan ik het niet meer krijgen. Mm-hmm. Nou, als ik nou gezond blijf tot er een vaccin is, dan zou ik toch wel gek zijn om dat vaccin niet te nemen. Want dan hoef ik niet meer bang te zijn. Dan kan ik alles doen. Ja. Ik zie heel veel, ik denk aan heel veel complottheorieën, maar ik zou waarschijnlijk niet de enige zijn. Wanneer denkt u dat dan? Nou ja, als nou gewoon alle mensen die in complottheorieën geloven zich niet laten vaccineren, is dat probleem ook opgelost? Wel, ik bijvoorbeeld, ik denk van ja, straks, het begint met een vaccinatie, aan de andere stap is een chip. Ja, of, dan ben ik dat hoor. Maar, Frans, dan weiger je de vaccinatie. Nee, joh, het zou mooi zijn, maar ik denk dat mensen die gaan weigeren, die gaan ze dan juist beschouwen als een soort outcast, afvallige. Dat zijn ze ook wel natuurlijk. Ja, want dan ben je in gevaar. Dat zijn de mensen die het systeem in gevaar brengen. Nee, mensen die tegen vaccinatie zijn ja? Echt onverantwoordelijk. Je mag het van mij vinden, aha, maar ik vind het maatschappelijk, asociaal, onverantwoordelijk. Ja, oké. Ik denk aan de zover. Ik denk het moet vrij zijn. Ik bedoel, maar dat ben ik wel met je eens. Ja. Dat je dat zelf moet kunnen beslissen. Ja. Want er zullen, ik verwacht niet dat er zoveel mensen tegen vaccinatie zullen zijn dat dan nog een gevaar. Maar je ziet dat ook met andere besmettelijke ziektes. Dat die mensen die tegen vaccinatie zijn, zolang dat er maar weinig zijn, het zijn idioten, maar zolang het maar weinig zijn, is het niet zo erg. Dan mogen de idioten idioot zijn. Het moet er niet te veel worden, want dan moet je toch gaan zeggen op een gegeven moment, dan gaan we je verplichten. Of je wordt opgesloten. Want dat is het alternatief natuurlijk. Als mensen die, dat zie je ook bij die kinderdagverblijven. Mm-hmm. Ja, jij mag besluiten dat je kinderen niet laat vaccineren. Maar dan kom je die kinderdagverblijven niet meer binnen. Ja, dat gaat gebeuren. Kees, weet je misschien, heb je enig idee wanneer een vaccin op de markt komt? Over ruim een jaar. Jezus, dus... Dit jaar kunnen we afschrijven, 2020. Dit jaar, 2020, kunnen we afschrijven, ja. Het zal ook een memorabel jaar blijven. Dit wordt groter dan 9-11, dan de val van de muur, dan alle grote natuurrampen. Er is echt een tijd van voor en na de corona. Dus zo gaan wij praten, dus...
2020 na corona of voor corona. Ja. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dankjewel, Kees de Gruyter. VVD-topper. Hey, stay safe. Dankjewel voor je tijd en toelichting. Jo. Dank je. Daar is een zwaar gewicht binnen de VVD in Nederland, de regeringspartij. En deze mannen maken de, nemen de maatregelen wat er genomen moet worden. En het staat nu voor 1 juni, maar als ik met... hij is trouwens ook adviseur van Mark Rutte. Deze meneer is adviseur van Mark Rutte, daar moet ik wel bij zeggen. En als ik met deze mensen praat, dan heb ik een zwaar over voor de komende zomer en activiteiten die allemaal op programma staan of stonden. Er is hier bijna half acht. Er is, even kijken, 4 minuten voor half acht. Where is the music? Oké. Okay. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio.